Gert-Jan Bos, gemeente Almelo. De laatste paal is geslagen. Klopt, precies. De laatste van de dag. Hoeveel heb je er deze dagen al gezet? Samen met mijn collega's, ik denk wel 60 tot 70 borden. En verkiezingshokken rondgebracht. En in de kliko's, daar zijn we al 3 dagen mee bezig. Dat betekent dus donderdagmorgen alles weer ophalen? Ja. Klopt. Alles weer ophalen. Voor de volgende keer staat het dan weer gereed. Goed. Jullie hebben 2 ploegen die dat doen. Ja. Jij bent de ploeg die de borden plaatst bij de diverse stemlokaals. Ja. Wat doet de andere ploeg? Die brengen de kliko's rond en de stembussen dus en dan de hokjes naar de locaties toe. En het stemlokaal is helemaal in gereedheid gebracht. Voorzitter is Guus Ardes. Guus, was het moeilijk om de nieuwe stemhokjes op te zetten? Het was wel even kijken, maar met verenigde krachten lukt het uiteindelijk wel. Ja, het was toch wel een bijzondere situatie naar de houten hokjes. Door de bank genomen zitten we hier op 900. Maar morgen denk ik dat het wel minder wordt qua opkomst. Waarom denk je dat? Nou, gezien het weer wat kan veranderen. Als het slecht weer is, wordt het wel minder. Dan wordt het 600, denk ik. Ja, dan moeten we dan afwachten. Vorige keer was het 300-400 stemmen minder dan bij de gemeenteraad. Dus er is nog wel een inhaalslag te maken dan. Vind jij de opkomst van de lokale partijen belangrijk? Het heeft wel voordelen. Ik denk dat het meer betrokkenheid kan geven. Maar aan de andere kant blijkt het ook tot enorme versnipperingen te leiden. Met veel plaatselijke partijen die toch erg veel op elkaar lijken. Het stembureau is klaar. Als je zo om je heen kijkt, ben je dan tevreden? Ik ben tevreden, ja. Het staat er precies zoals een paar jaar terug. Het gaat allemaal goed zo. Het is geen probleem. Nooit problemen gehad hier. Zelfs de burgemeester komt langs. Nou is er een stemming ook voor het referendum. Ben je niet bang dat mensen het stembiljet in de verkeerde bus gaan stoppen? Daar ben ik voor. Dat komt wel goed. Om 7 uur zijn jullie hier. Om 7:30 gaat het stembureau open. En voordat het 21 uur is, 9 uur, is een hele tijd. Dat klopt. En de leden van het stembureau, behalve de voorzitter, die hebben dus een wisseldienst. Of ze zijn dus morgens of smiddags, maar allemaal vanaf 7 uur wel weer aanwezig. En dan komen om 9 uur de tellers ook nog. Alleen de voorzitter is de gelukkige, die mag van 7 tot, dat zal wel 12 uur worden, 1 uur, ook nog naar het stadhuis toe. Of liever gezegd naar een andere plek, een keer naar het werkplein. Maar we hopen dat het hier toch qua telling goed gaat. En dan, dat scheelt zo'n 30 minuten. Kun je die stemhokjes niet andersom zetten? Wat zegt u? Kun je die stemhokjes niet andersom zetten? Hé, hey, nee, misschien hoort het ook andersom, zal ik je vertellen. Ja, dat in principe hoort het andersom hoor. Normaal komen de mensen van de voorkant erin. Nee, ik bedoel dit zo, zit op de kop. Andersom. Dat dit de onderkant is. Ja, dan mag niet die lamp naar boven op de grond. Je doet die lamp naar boven in de grond. Oké, want je moet zelf de politie eronder kunnen. Ja, echt waar.